Ik ben vroeger heel veel vakantie hier geweest, echt met mijn ouders elke zomer weer. En toen heb ik hier, ik denk dat het nu 3 jaar geleden is, een keer een stage gedaan. Om eigenlijk ook maar uit te proberen of het dan wat voor me zou zijn. En dat was toen heel goed gevallen, dus toen was ik klaar met mijn opleiding. Toen dacht ik meteen, dan ga ik daar een baan zoeken. Ik doe in het weekend altijd activiteiten die ik natuurlijk altijd linkte aan vakantie. Dus ik ga dan de berg in om te wandelen of nu in het geval ook duiken, fietsen. Is eigenlijk altijd wel wat te doen in het weekend en ja, gewoon van die vakantieactiviteiten. Ja. Het is echt leuk om te zien hoe eigenlijk mensen open reageren op het feit dat je Nederlander bent. Er wordt altijd super positief op het Nederlandse accent gereageerd. En ja, mensen zijn ook heel erg gewend dat hier eigenlijk Nederlanders werken in de fysiotherapie. Dus eigenlijk vaak als je ook al zegt van, oh, ik ben Nederlands, dan is het, oh, nou, dan moet je wel een goede therapeut zijn. En dan zijn ze eigenlijk al best wel blij dat je er bent. Ik krijg ook wel heel veel bezoek de hele tijd. Dat mensen hierheen komen, want het is ook maar, nou, wat is het, 7 of 8 uur met de trein. En vliegen is al een uur, dus dat is natuurlijk al helemaal superkort. Dus eigenlijk, nee, ik heb niet het idee dat er nou een afstand is. Ook omdat het leven hier eigenlijk best wel hetzelfde is als in Nederland. Ik heb wel vaak gehoord dat mensen zeggen dat Zwitsers wat stugger zijn. Maar ik heb dat eigenlijk nog helemaal niet ervaren. Ik heb juist eigenlijk best wel vaak, ook waarschijnlijk juist doordat je duidelijk een buitenlander bent, eigenlijk best wel aanspraak of zo. Ook wel in restaurants en zo, dat mensen dan toch wat meer willen praten van, oh, waarom ben je hier en hoe lang al? En ja, eigenlijk is het wel best makkelijk om mensen te ontmoeten, ja. Ja, ze zijn heel erg gewend dat er Nederlanders komen en ze proberen daarom ook heel erg de tijd te nemen en de moeite om je in te werken. Ik denk dat ik wel, ja, misschien wel 2 maanden ben ingewerkt of zo. Ik ben Marjolein, ik woon en werk in Solothurn in Zwitserland. Ik zit hier nu bijna 8 maanden en tot nu toe bevalt het me echt supergoed. Ik ga in het weekend altijd lekker naar buiten en dat voelt echt helemaal als een vakantie.